Goedenavond allemaal. Welkom op ons webinar rond duurzame verlichting dat zo meteen gebracht gaat worden door AgriLight. Ik ben Laurens van den Noten en ik werk voor het innovatiesteunpunt. Ik denk dat jullie ondertussen allemaal wel weten wat een webinar is. Een aantal praktische afspraken voor vandaag. Vragen gaan we niet mondeling stellen vandaag, daarvoor gaan we met de Veelzen, dus daarvoor mag je de chat gebruiken. De chat is dat icoontje dat je van boven ziet, dus hier gaan je vragen. Goed, dus gelieve ook het geluid uit te zetten dat we geen storende achtergronden hebben. Wat moet ik nog vertellen? Het webinar wordt opgenomen en dat zullen we later dan op onze website zetten. Dat jullie dat kunnen herbekijken of eventueel andere mensen dat ook kunnen zien. Goed, vandaag hebben we het over duurzame verlichting. Hoe komt dat? Een klein kadertje schetsen. AgriLight is een van de partners van Boerenbond. En ik ga even uitleggen dat dat komt dat die partner zijn van ons. Goed, wat is er ooit gebeurd of was er gevraagd? We hebben wel gemerkt bij veel van onze leden, dat die wel interesse hebben in energie te produceren of om energie te gaan besparen. Maar het komt er vaak niet van, omdat er ergens een of ander tekort is. Soms is dat een boer geen tijd heeft, of genoeg zorgen aan zijn kop heeft, of dat er niet voldoende technische kennis is. Dat men niet weet hoeveel mag zoiets eigenlijk wel kosten, en bij wie moet je daarvoor eigenlijk zijn? Wie is te betrouwen, wie is niet te betrouwen? Dat heeft ons aan het denken gezet, waarbij wij dachten, misschien moeten wij dat voorbereidend werk proberen uit de handen te nemen en onze boeren te leiden naar partners die in onze ogen betrouwbaar lijken. Hoe doen we dat? We doen dat dus door raamcontracten op te stellen met technologieaanbieders. En die technologieaanbieders die hebben een soort wedstrijd doorstaan, waarbij dat wij een stuk of 10 à 15 bedrijven aanschrijven. Waar wij dan vragen, dien een offerte in, zo uitgebreid mogelijk. En dan de beste twee, die selecteren we en die mogen dan partner worden van Boerenbond. Wat houdt zo'n raamcontract in? Daar wordt beschreven hoe dat die installatie is. Uiteraard liefst met de hoogste kwaliteit. We mikken op all-in ontzorgingstrajecten, gelijk dat je straks ook nog eens opmerken. Vooral met de bedoeling dat een boer er zo weinig mogelijk tijd en energie zelf in moet steken. En dat die firma's zoveel mogelijk overnemen. Uiteraard met goede scherpe prijzen en zeer belangrijk met aandacht voor een goede service en goede dienstverlening. Zeker voor de zaken die regelmatig onderhoud nodig hebben, is dat toch wel belangrijk. En al die partners en al die concrete ledenvoordelen die zijn te vinden op de website van Boerenbond bij de ledenvoordelen. Goed, welke zijn er? We zijn begonnen met zonnepanelen vorig jaar. Daar hebben we dus een samenwerking momenteel met 4 partners die dus aan onze leden zonnepanelen aanbieden aan een voordeeltarief en met een aantal leuke extraatjes. Dus als je interesse hebt voor zonnepanelen, 4 partijen waar dat je terecht kunt. Als tweede, een zonneboiler. Dus als je warm water nodig hebt voor je sanitair warm water of voor de melkinstallatie te reinigen of voor de kalfjes warm water te geven voor melk op te maken. Daar kan een zonneboiler handig voor zijn. Daar hebben we ook 2 partijen waarbij dat we gaan samenwerken of waarmee dat we samenwerken. Als derde hebben we ook een samenwerking met Fluvius. Als je wilt overschakelen naar aardgas en aardgas ligt niet bij u in de buurt, dan moet er gegraven worden, moet dat net tot bij je deur gebracht worden. Dat kost redelijk veel geld, maar we hebben toch met Fluvius een deal kunnen sluiten dat er voor boeren 15% korting te halen is. Dus daarvoor kan je bij Fluvius terecht. We hebben ook een ledenvoordeel rond de melkinstallatie, met name voor voorkoelers en voor warmterecuperatie. We hebben een samenwerking met De Laval en met Fullwood Paco. Die actie loopt tot eind van juni van dit jaar. Als vijfde hebben we ook een samenwerking met Recticel. Dat gaat dan over de grote isolatieplaten, waarbij dat de leden van Boerenbond een extra korting krijgen op de platen die minstens een dikte van 6 centimeter hebben. En als laatste hebben we dus ook een samenwerking
of een ledenfoto rond stalverlichting, met name door Agrilite. En wat dat juist inhoudt, dat mogen de mannen zelf uitleggen. Dus Jacques, neem het maar over en neem ons mee in de wonderenwereld van verlichting. Heel graag, dankjewel. Ik wil eerst eventjes iedereen welkom heten namens Agrilite. Wij doen dit webinar samen met de Boerenbond. Agrilite doet al 20 jaar stalverlichting en alleen maar stalverlichting. Dus wij doen geen andere activiteiten, zou ik maar zeggen, als stalverlichting maken. Mijn naam is Sjaak van der Wind. Ik word bijgestaan door twee collega's om eventuele vragen te beantwoorden. En Niels gaat straks nog wat over het pluimveegedeelte vertellen. En ik zal de rest van de presentatie voor mijn rekening nemen. Normaal gesproken ben ik de contactpersoon voor de Nederlandse en Belgische markt. Vandaar eigenlijk dat ik deze presentatie aan u zal geven. Ik ga nu mijn scherm delen. Op die manier kan ik wat makkelijker de dingen toelichten met foto's en met sheets die het wat duidelijker maken. Even kijken. Screen 1. En dan is nog een keer. Perfect, zo Jack. Ja, dankjewel. Ik zal u eerst iets vertellen over wat Agrilite en wie Agrilite zoal is. Agrilite is een onderdeel van Dol Industrie. Dol Industrie is een familiebedrijf van de familie van de Dol. En die hebben meerdere bedrijven, maar alle bedrijven die ze hebben, hebben iets met licht te maken. Ons zusterbedrijf is Hortilux en Hortilux maakt verlichting in kassen, groeilicht in kassen. Groot bedrijf doen wereldwijd zaken. Agrilite maakt armaturen speciaal voor installen. En AP is onze productiebedrijf. Alle armaturen van Hortilux en van Agrilite worden hier in Nederland ontworpen en gemaakt. Wij doen deze actie in samenwerking met de Boerenbond, maar ook in samenwerking met drie van onze dealers. Die dealers die ziet u hier staan. Distrifarm uit Deerlijk, Silobouw de Kok uit Torhout en Leenaerts Agrotechniek uit Hoogstraten. Deze drie dealers die kunt u benaderen via de actie, via het systeem zoals we dat u hebben laten zien. Zullen laten zien. Dus wij doen deze samenwerking met onze dealers. Ik ga u eerst iets vertellen over wat is nu eigenlijk licht. Licht is natuurlijk een golflengte. Dat gaat van korte golf naar lange golf, zoals u hier in de bovenste balk ziet staan. En daarvan is dat hele kleine gedeeltetje eigenlijk met de kleuren. Dat wordt in de onderste balk wat uitgesplitst. En dat is eigenlijk wat wij als mensen maar zien. Dieren zien soms iets meer, maar ook beperkt zoals wij. En koeien zien zelfs nog iets minder, want die zien dan in het rode licht eigenlijk weer niet wat wij zien. Dus eigenlijk van de hele gedeelte van golflengtes, zou ik maar zeggen, zien wij eigenlijk maar een heel klein gedeelte. Ik kom regelmatig bij boeren en dan zeggen boeren soms wel eens van goh, daar heb ik toch vreselijk veel licht in de stal. Om dat een beetje naar u toe te brengen, zou ik maar zeggen. Wij praten over 150 tot 200 lux in de stal, wat het optimum is voor uw koeien. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar om nou een beetje vergelijk te hebben van wat er verder eigenlijk gebeurt in het universum, zou ik het maar zeggen. Zonlicht is wel 100.000 lux. En zelfs bij bewolking hebben we eigenlijk nog 1000 lux. Kantoren, daar wordt tegenwoordig 400 lux aangehouden. Omdat volgens de officiële normen. Dus ja, 150, 200 lux, dat lijkt dan verschrikkelijk veel. Maar als je het vergelijkt met dit soort waardes, dan valt dat eigenlijk nog best mee.
Overigens, bij schemering hebben we ook nog steeds 10 lux. Ik wil u even een paar termen meegeven wat betreft lux die je in dit verhaal verder... lux en lumen en wat. Dat komt in deze presentatie eigenlijk steeds weer terug. U kunt hier lezen waar het eigenlijk om gaat. Het belangrijkste is dat de lamp verbruikt bijvoorbeeld 20 watt. Geeft 2000 lumen. Dat is dus eigenlijk de lichtstroom die uit de bol komt. Als je die twee door elkaar deelt, dan heb je dus 100 lumen per watt. Hoe hoger de lumen-watt verhouding, des te efficiënter de lamp is. Nu zult u zeggen van ja, maar we praten toch over het algemeen over lux. Dat is ook zo. Lumen is wat puur uit de lamp komt, dus de lichtstroom die uit de lamp komt. En lux is eigenlijk wat we meten als het, zodra het licht op de grond komt. 1 lux is 1 lumen per vierkante meter. En daar blijkt dan gelijk uit dat die lumen-watt verhouding belangrijk is, maar ook weer niet alleszeggend, want de verdeling zegt natuurlijk ook een heleboel. Want of die ene lux, of die ene lumen, zal ik maar zeggen, op 1 vierkante meter uitgespreid wordt, of over 10 vierkante meter, dat scheelt natuurlijk heel veel in hoeveel lux je dan hebt. Denk maar aan een spot die dan eigenlijk op één plek zijn licht neerlegt. Of een lamp met reflectoren bijvoorbeeld, die dat over een groter oppervlak doet. Dit zijn dingen die komen geregeld terug in de presentatie. Dus daarom is het nuttig om dit eventjes op deze manier door te nemen. Koeien en licht. Wat is er nu zo belangrijk aan licht voor de koeien? Het is wetenschappelijk bewezen dat een lichtregime van 16 uur licht en 8 uur donker en dan 150 tot 200 lux intensiteit dus de meeste voordelen oplevert voor uw koe. Het heeft een stimulerende werking op de melkgift. Het geeft een optimum voor uw koeien. Dat is niet iets wat Agrileid verzonnen heeft, maar dat zijn onderzoeken uit van de Wageningen Universiteit en verschillende Amerikaanse universiteiten. Daar kom ik zo nog even op terug om dat wat te verduidelijken. Wat zijn nou de voordelen van goede verlichting? Nou, u kunt ze hier zien. De melkgift gaat duidelijk omhoog. De vruchtbaarheid wordt duidelijk verbeterd. Nou, u ziet ze hier allemaal staan. Ik hoef ze niet allemaal voor u op te noemen. Dit zijn overigens bewezen voordelen die allemaal terug te zoeken zijn in de onderzoeken. Dit komt onder andere uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit en dat heet Licht Nader Belicht. Mocht daar interesse voor zijn, dan kunnen wij die onderzoeken altijd ter beschikking stellen. Hier ziet u het gemiddelde aantal uren daglicht in Brussel. Als je nu kijkt dan, naar dit blauwe gedeelte, dan begint dat in januari maar met 8 uur. Dat loopt dan op naar boven de 16 uur. Maar dit is dus wat er daadwerkelijk aan licht is. Hier zou het lichtniveau eigenlijk moeten zijn om het optimum voor de koeien te creëren. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat al het gele wat hier zichtbaar is, eigenlijk bijgegeven moet worden aan licht om het optimum voor de koeien te bereiken. En dat is dan best nogal wat. En dat verschilt elke dag, elke maand. Dus dat wil je ook zoveel mogelijk automatisch laten gaan. Ook daar kom ik straks op terug. Dat komt straks ook nog ter sprake, hoe we dat voor u kunnen realiseren. Hier staan een aantal onderzoeken op die in de loop der tijden zijn gedaan. Wetenschappelijke onderzoeken naar de combinatie van licht en de melkgift. Overal bij deze proeven is onderzoek gedaan naar 16 uur licht, 16 tot 18 uur licht en de rest van de dag donker. En bij al die proeven kan je eigenlijk zien dat de donkere blauwe banen, dat zijn de proeven van meer licht.
dat overal waar meer licht gecreëerd is, dat daar dus ook duidelijk meer melk gecreëerd is. Hier hebben we nog zo'n proef. Ook deze van de Wageningen Universiteit. Hier is op 17 januari voor het eerst licht opgehangen. Er is niks veranderd als alleen dat er meer licht in de stal gecreëerd is. En in een maand tijd kon je zien dat de melkgift met 2,5 kilo per dag was gestegen. Hier eentje uit Engeland. Ook hier is in februari het licht geïnstalleerd. Wat hier eigenlijk het meeste opvalt, is dat de winterdip, zal ik maar zeggen, die je met de onderste drie lijnen heel goed kan zien. Die is met de bovenste lijn, zal ik maar zeggen, eigenlijk helemaal afgevlakt. Is de hele winterdip in november, december is eigenlijk weg. Door duidelijk meer licht te creëren in de stal. Nou, hoe werkt dat nu bij die koeien? Als je zoals hier ziet een lamp licht erboven hangt met minimaal 150 lux. Normaal gesproken als het donkerder wordt in de stal, dan gaat de koe meer melatonine produceren. Melatonine is een slaaphormoon. Daardoor wordt die koe dus minder actief en gaat die in zo'n rusttoestand. Door nu meer licht te creëren, dus een hoger lichtniveau, maar ook een langere periode, dus die opwerken naar die 16 uur licht, gaat die melatonineproductie die gaat omlaag. Daardoor wordt die koe actiever, gaat beter voer opnemen en gaat daardoor 7-8% meer melk geven. Zoals ik al eerder zeg, maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken eigenlijk, zijn dit echt bewezen onderzoeksfeiten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het jongvee. Ook voor jongvee geldt 16 uur licht, 8 uur donker, met minimaal 150 lux. Zijn duidelijk voordelen te behalen. Ik hoef u niet te vertellen wat het opfokken van een kalf kost voordat hij eens melk gaat geven. Nou, er gaan geruchten over dat dat tussen de 1500 en de 2000 euro wat kost. Door een beter lichtniveau is er duidelijk tijdwinst te behalen. En tijdwinst levert daar dus geld op. Ook voor droge koeien heeft het licht een effect. Alhoewel daar het lichtregime duidelijk anders is en de lichtintensiteit anders. Het is namelijk zo dat men heeft onderzocht dat droge koeien duidelijk minder licht nodig hebben en ook minder uren licht nodig hebben. Als die droge koe wordt blootgesteld dus aan een kortere daglichtperiode in zijn droogstand, dan heeft dat een positief effect op het begin van zijn volgende lactatie. Dus daar is ook duidelijk een groot voordeel te behalen om meer met licht te doen bij de droge koeien. Hier zien we ons assortiment qua lampen wat we hebben. We hebben hier icoontjes achter gezet om eventjes goed te laten zien welke lampen voor welke disciplines gebruikt kunnen worden. Koeien, geiten, paarden. We hebben speciaal, komen we straks nog op terug, voor de kippen twee verschillende soorten armaturen. En dan onze besturingssysteem. Hier zien we onze lampen. We hebben een nieuwe serie, de Agrilet 3 serie. Dat zijn een aantal lampen met een aantal mogelijkheden. Met roodlicht, zonder roodlicht, hooglichtniveau en een iets lager lichtniveau. Daar kom ik zo op terug om u te laten zien wat voor types we daar precies in hebben. Het is allemaal volledig LED. Zowel het rode licht als het witte licht. Er zitten reflectoren in onze armaturen, waardoor we dus eigenlijk 150 graden LED's combineren met reflectortechniek. En daardoor een supermooie spreiding krijgen door de hele stal. Onze armaturen zijn gemaakt van aluminium met kunststof kappen, versterkt met glasvezel.
Dus een heel duurzaam product. Hier laat ik eigenlijk zien wat we voor toepassingen we hebben. Welke 5 armaturen voor de melkveehouderij en de geitenhouderij en de paarden. De Agrilet Pro Red en de 3 Pro Red en de 3 Pro zijn eigenlijk dezelfde armaturen. Het enigste verschil is dat de een is met rood licht en de andere zonder rood licht. Datzelfde geldt eigenlijk voor de Agrilet 3 Red en de Agrilet 3. Beide zijn dezelfde armaturen, maar de ene met rood licht en de ander zonder rood licht. De Eco daarentegen is eigenlijk ook hetzelfde als de Agrilet 3, maar dan eentje die niet bestuurd kan worden, maar alleen maar aan- en uitgebruikt kan worden. Hier is dat nog iets duidelijker te zien. De Agrilet 3 Pro Red en de 3 Pro hebben een superhoog lumen output. Bijna 36.000 lumen. Nou, dat is erg veel licht wat eruit komt. De Agrilet 3 Red en de 3 hebben bijna 20.000 lumen. De Agrilet 3 Eco heeft datzelfde. En hierachter kunt u eigenlijk zien wat ze verder nog voor disciplines hebben. Alle 4, de bovenste armaturen, hebben DALI-besturing. Alleen de Eco heeft dat niet. Dat is een armatuur wat dus alleen aan en uit kan, waar geen rood licht in zit. Maar ook daar zijn mensen voor die dat op die manier graag in de stal willen hebben. Onze garanties staan hierop. De kabeltypes staan hier vermeld. Wat de levensduur betreft is het ook echt iets om naar uit te kijken. We hebben een levensduur van 100.000 branduren met een L90B50 codering. En dat staat eigenlijk voor het feit dat, zoals het hier staat, nog 90% lichtoutput moet zijn bij minimaal 50% van de LED's na 100.000 branduren. Dat is wat er minimaal nog moet zijn. Nou, daar voldoen onze armaturen volledig aan. En u ziet hier aan de blauwe lijn en aan de rode lijn. De rode lijn geeft eigenlijk 50.000 branduren L70B50 aan. En daar zie je eigenlijk aan hoe snel of dat dan de lichthoeveelheid afneemt, zou ik maar zeggen, ten opzichte van de blauwe lijn. Hier zien we iets over de lichtverdeling in de stal. Daarnet gaf ik al aan hoe belangrijk het is om te kijken naar je lumen-watt verhouding. Dat wil zeggen dus de lichthoeveelheid die je uit een lamp krijgt voor de watts die je moet betalen. Dat is heel belangrijk, maar je lichtverdeling is natuurlijk ook super belangrijk. Als je lampen hebt die werken als een spot, zou ik maar zeggen, dan heb je er erg veel nodig om eigenlijk een lichtbeeld te creëren. Terwijl we met onze lampen eigenlijk veel minder lampen nodig hebben en toch een hoog lichtniveau met een hoog licht en een egaal lichtniveau in de stal weten te brengen. Hier kan je vooral eigenlijk zien aan de achterkant op de muur van de stal hoe scherp of dat het lichtbeeld is. En daar zie je eigenlijk ook aan dat het licht eigenlijk alleen maar daar naartoe schijnt waar het nodig is. LED-licht is iets makkelijker te sturen, dus al het licht wordt eigenlijk naar beneden gestrooid. Waardoor dus eigenlijk echt de koeien daar waar ze het nodig hebben, er licht krijgen. En dat er niet de helft bijvoorbeeld op het plafond schijnt. Hier is dat ook nog even duidelijk te zien. Agrilite maakt voor elk project apart een lichtplan. Wij doen dat gratis ter ondersteuning van onze dealers en om het aan ons eindklant ook duidelijk te maken wat wij precies aanbieden. Hier ziet u dat het alles wat wit is, dat zo rond 200 lux ligt. En hier zie je eigenlijk, kan je goed zien dat het een vrij egaal lichtbeeld is. Hier praten we over een E-min E-max. Dat wil zeggen de verdeling van het licht. Het verschil tussen het minimale licht en het maximale licht is 0,68. En het minimale licht ten opzichte van het gemiddelde is 0,79. Beide gevallen is dat supergoed. Het moet minimaal boven de 0,4 en 0,5 zijn.
wil je een goed egaal lichtbeeld hebben in de stal. Het is daarom ook van belang om altijd een lichtplan te laten maken. En mocht u dingen willen vergelijken met andere lichtaanbieders, zou ik maar zeggen, dan is het zeker van belang om een goed lichtbeeld of een lichtplan te hebben om goed met elkaar te kunnen vergelijken. In deze sheet hebben we links onze Agilet 3-serie uitgerekend. In eenzelfde stal als waar we dus aan de rechterkant een gewone downlighter armatuur hebben uitgerekend. Wordt vaak gezegd van, ja, maar zo'n downlighter die is dan toch wel een stukje goedkoper. Doet maar 200 watt gebruiken. Nou, dat is allemaal mooi. Maar als je nou hier kijkt naar de berekening, dan zie je dat we met onze armaturen, waar ook de reflectoren in verwerkt zitten, dat we daar maar eigenlijk maar 24 armaturen nodig hebben om deze stal te verlichten. Met een super mooi egaal lichtbeeld van 150 lux minimaal en 227 maximaal. Nou, dan kom je op een min-max van 0,81. Als je naar de downlighters kijkt, daar heb je bijna het dubbele aantal armaturen nodig. En dan nog heb je eigenlijk een lichtbeeld wat lang zo goed niet is. Min-max, er zit een veel groter verschil in. Die downlighter die gooit het licht echt naar beneden. Die verdeelt het niet. Dus je hebt A, veel meer armaturen nodig. En B, is dan ook je verdeling nog steeds niet goed genoeg. Als je dan kijkt naar je wattage, wat het verbruik is. Nou, dan praten we in de rechter kolom, dan praten we bij de 3 ProRed over 5760 watt. Terwijl je met die andere lamp dus 8400 watt verbruikt. We hebben dat dus eventjes doorgerekend. Normaal gesproken bij 16 uur licht, 8 uur donker, dan heb je ongeveer 2500 branduren op jaarbasis. Als je dat eens even doorrekent en dan maal 15 cent doet, wat dan een gemiddelde prijs is, zou ik maar zeggen, voor energie. Dan praten we sowieso al een besparing, alleen op het verbruik op jaarbasis, van 990 gulden als je deze twee tegen elkaar wegzet. Nou, dan praten we nog niet eens over de mindere verdeling en dan praten we ook nog niet over de aanschaf die ook uiteindelijk natuurlijk nog een stuk duurder uitkomt, omdat je er zoveel meer nodig hebt. Dus het is heel belangrijk om een lichtplan te laten maken en om eventueel met elkaar te vergelijken, die lichtplannen naast elkaar te leggen. Dit zijn eigenlijk een paar quotes van een gebruiker, zal ik het maar noemen. Vooral het feit dat het een mooie lichtkleur is, is ook een belangrijk item in bij onze armaturen. Voorheen met de gasontladingslampen, dat was bij deze boer bijvoorbeeld het geval, hadden ze geel licht. Nou, op zich was daar niks mis mee, maar het ligt toch iets verder af van wat wij als mensen prettig ervaren. En dit is een duidelijk prettigere kleur, ook voor de mens. De koe ziet overigens het verschil vrijwel niet. Die heeft alleen iets met de luxe en niet met de kleur van het licht. Dit is eigenlijk dezelfde foto als waar ik het net over had. Op de achterkant waar je zo goed ziet, zal ik maar zeggen, wat wat het licht doet op de achterkant van de stal, waar je goed de verdeling kan zien. De middelpunten die kruisen elkaar dus eigenlijk boven de voorgang. En zodoende heb je een heel egaal lichtbeeld. Wat Agilight regelmatig doet, is stallen die we hebben van tevoren hebben uitgerekend en daarna hebben opgehangen, om die in de praktijk ook te meten, om te zorgen dat we onszelf ook controleren. Ik heb in al die jaren dat ik bij Agilight werk nou eigenlijk nog nooit meegemaakt dat als we een lichtplan gemaakt hadden en het werd opgehangen volgens lichtplan, dat dan niet de waardes gehaald werden die we van tevoren hadden berekend. En dat vind ik altijd een fijn gevoel als je het gaat verkopen. Dat je in ieder geval daar zeker van kan zijn dat wat we berekenen, dat we dat ook uiteindelijk in de stal brengen. Hier is duidelijk te zien hoe we de armaturen ophangen. We hebben een hoekvormige beugel
die aan een roof bracket geplaatst wordt. Nou, hier is dat dan aan een ijzeren goot, een roestvrijstaal goot. Maar dat kan natuurlijk net zo goed aan een houten gording. Dat maakt in feite niet zo uit. We hebben dus twee soorten beugels en wij berekenen in het lichtplan wat eigenlijk de optimale hoogte is om de lampen op te hangen. Het rode licht, waar u eigenlijk voor kan kiezen, als u dat wilt. Rood licht is puur voor de boer en niet voor de koe. De koe ziet dat rode licht vrijwel niet. Dus als de koe in zijn rusttoestand is, in de 8 uur dat het eigenlijk donker behoort te zijn in de stal, en de boer wil in die tijd toch eventjes controleren, doen we dat rode licht aan. De koe blijft over het algemeen rustig in zijn box liggen. En wij als mensen kunnen toch voldoende zien om een controle uit te voeren. Het heeft daarom dus weinig zin om het licht de hele nacht in de stal aan te laten, want de koe heeft er niks aan. Het is puur controlelicht voor als de boer in de stal wil zijn en hij wil de koe niet in zijn nachtrust storen. Als we het hebben over de besturing, hebben wij een light management system ontwikkeld. Dat heet de Agribox Pro. Dat werkt op een DALI 2 systeem. En DALI is een besturingssysteem wat speciaal ontwikkeld is voor LED-verlichting. En waar eigenlijk elke driver in elke lamp een eigen adres krijgt, net als een IP-adres bij een computer. En daar gaat het besturingssysteem mee communiceren. Dus het is eigenlijk vrij makkelijk. Er komt een tweeaderig kabeltje langs alle armaturen te liggen die worden aangesloten. En daar gaat de besturingskast gaat met de drivers in elk armatuur communiceren. Dat maakt dat het een duurzaam product is. Het licht brandt nooit langer dan noodzakelijk is. Er is een lichtsensor, zie je hier ook bij afgebeeld. Die lichtsensor wordt aan de buitenkant van de stal opgehangen. En het licht brandt nooit langer als dat strikt noodzakelijk is. Dat komt dan door de DALI-besturing, maar ook doordat het een dimbaar armatuur is. Het is in 4 talen mogelijk op de box in te stellen. Dus dat is eigenlijk ook erg makkelijk. Er zijn 5 groepmogelijkheden. Er zijn echt legio mogelijkheden om de besturing mee te besturen. Even een klein voorbeeldje van wat doet het besturingssysteem nou. Stel dat we hem instellen op, we willen om 6:30 100% licht in de stal. Want dan begint u te melken bijvoorbeeld. Dan zetten we om 6 uur zetten we het systeem op 0. En om 6:30 op 100% in een half uur gaat hij net als de zonsopgang gaat hij opbouwen naar 100%. Mits het donker is natuurlijk, want anders doet hij niks. Datzelfde gaat andersom aan het eind van de dag. We willen dat het om 10:30 donker is. Dus om 10 uur is het nog steeds 100%. En om 10:30 moet het 0 zijn. En in dat half uurtje gaat hij dus terug. Net als de zonsondergang. Maar wat gebeurt er nou in de tussentijd? Dan willen we dat het constant 100% is. Dat het minimaal 150 lux is. Dus tussen die zonsopgang en zonsondergang. Nou gaat het systeem met de lichtsensor gaat dan zelf regelen. En die zegt als er genoeg licht is, dan doe ik niks. En als er een beetje licht van buiten komt, dan ga ik wat minder hard branden. En als er genoeg licht is, dan ga ik uit. Dat geeft deze tekening eigenlijk aan. Dus dat is extra duurzaam en extra besparing. Je hebt een lager verbruik doordat je een dimbare lamp hebt die dus met een lichtsensor wordt gestuurd. Dus, en dat noemen we daglichtcompensatie. Renovatie is een belangrijk onderdeel waar we ontzettend veel gebruik van maken, waar ontzettend veel gebruik van gemaakt wordt momenteel. Gasontladingslampen van 400 watt bijvoorbeeld. Die kunnen in veel gevallen 1-op-1 vervangen worden.
door LED-armaturen, nou, die dan ongeveer iets meer dan de helft gebruiken, verbruiken. Dus er zitten echt veel voordelen aan renovatie. Hier zie je eigenlijk wel aan de linkerkant de gele armaturen die van de gasontladingslampen. Dat is dus eigenlijk die kleur waar ik het net al over had, die op zich niks mis mee is, maar die iets verder weg ligt van wat wij mensen over het algemeen prettig vinden. We hebben met LED kunnen we duidelijk een betere lichtverdeling krijgen. Je ziet op de linkerfoto dat er het licht meer verstrooid is in de stal. En op de rechterfoto zie je eigenlijk dat het licht veel meer gericht is. Dus je benut eigenlijk veel beter het licht wat er is bij de koeien. Nou, automatisch heb je dan een lager verbruik natuurlijk. En we hebben geen periodieke vervanging van lampen meer. Dus elke keer met een hoogwerker omhoog om na 10.000, 20.000 branduren je lampen te vervangen is ook niet meer nodig. Ook geiten hebben veel baat bij een goed lichtniveau. Bij geiten is het eigenlijk zo dat er iets minder onderzoek naar gedaan is. Maar er zijn wel heel veel praktijkvoorbeelden waar geiten duidelijk een betere productie en ook vooral een betere vruchtbaarheid krijgen door een goed lichtniveau. Ook 16 uur licht, 8 uur donker. Daar wordt over het algemeen 200 tot 250 lux aangehouden voor het optimum van de geiten. Vooral die vruchtbaarheid, dat is een belangrijk punt. Want geiten zijn erg gevoelig voor licht. Dan hebben we nog een item wat betreft kippen en licht. En daar gaat mijn collega Niels nu iets meer over vertellen. Ja, goedenavond. En bedankt Jacques voor een stuk over geiten en koeien. Ik zal nog even wat vertellen over kippen en licht. Want aangeleid maakt verlichting voor dieren, voor stallen en dus ook voor kippen. En als we naar de volgende slide gaan, dan bedienen we eigenlijk twee takken. De vleeskuikens, waarbij we de volgende uitgangspunten aanhouden. Minimaal 20 lux op 80% van de vloer. Dat is eigenlijk een Europese eis. Dat is ook wel vrij minimaal. Wat we eigenlijk met aangeleid in de praktijk doen, is dat het ook vrij gemakkelijk is om gewoon 20 lux minimaal 100% van de vloer te behalen. Gelijkmatige lichtverdeling, gelijkmatige spreiding van de kuikens over de stal is erg belangrijk. En ook flikkervrije verlichting, waar ik zo meteen nog verder op terugkom. Daarnaast gebruiken wij de lichtkleur 4000 Kelvin. Dat is een neutraal witte kleur. Niet te warm, niet te koud. Want dat is gewoon, komt ook weer wederom uit wetenschappelijk onderzoek naar voren dat optimaal is voor de groei van de kuikens en een optimaal licht geeft in de vleeskuikensstal. Daarnaast wordt daar ook wel blauw licht gebruikt in de vleeskuikensstal. Alleen dat is vaak alleen tijdens de vangperiode, omdat de kuikens daar, de kippen worden daar kalm van. En ze laten zich op die manier ook makkelijker vangen. Dus dat is over vleeskuikens. Dan hebben we ook verlichting voor leghennen. Leghennen en oude dieren, eigenlijk leggende dieren om het maar eventjes goed te zeggen. En eigenlijk zie je dat daar in de basis eigenlijk min of meer dezelfde regels gelden. Ook weer die 20 lux, al moet ik zeggen dat er vaak ook wel hogere lichtniveaus gevraagd worden, wat ook voor ons geen enkel probleem is. Alleen wat natuurlijk heel anders is in de leghenstal is de indeling van de stal. Je praat niet over één grote open ruimte. Maar het gaat echt over een stal met obstakels, met volières of met nesten en roosters. Dus daar heb je wel iets andere indeling voor nodig. De kleur die we gebruiken bij leggende dieren is ook iets anders. 2700 Kelvin, dat is een iets warmere kleur wit. Het is nog steeds witte verlichting. Alleen in het spectrum van dat witte verlichting zit ook een grotere hoeveelheid rood licht. En dat rode licht in het spectrum draagt dan bij aan, ook aan de vruchtbaarheid en ook aan het leggen. Dus dat is ook inderdaad gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dat de meest optimale kleur is. Daarnaast dimmen is heel erg belangrijk. Als we naar de volgende slide gaan, dan kan ik wat meer uitleggen over amplitude dimming.
Wij maken dus gebruik van een dimtechniek die heet amplitude dimming. Amplitude dimming natuurlijk in het Engels. Als u naar de linker grafiek kijkt, dan ziet u eigenlijk, het is heel simpel. De lichtoutput wordt gewoon van 100% naar het minimum, in dit geval 1%, teruggebracht. Gelijkmatig wordt er gewoon telkens, het ledje gaat gewoon net iets minder licht geven. Totdat het 1% van de originele licht gaf. Dat is amplitude dimming. Dit is een relatief nieuwe techniek die wij kunnen toepassen. Ook omdat we ook voor de armaturen in de pluimveesector DALI gebruiken. Dus alle armaturen vatten een DALI-drijver die de LEDs aansturen. En daarmee is dit mogelijk tot voor kort. En wat we ook veel zien, wat er bij andere verlichting wordt, vaak nog wordt gebruikt, hè, is dat de output kan tot een bepaald niveau worden teruggebracht. Dat kan 30% zijn, dat kan 10% zijn. Maar tot een bepaald niveau kan er gedimd worden met door de lichtoutput gelijkmatig terug te brengen. En vanaf dat punt kan eigenlijk alleen het licht nog verder, de lichtoutput verder teruggebracht worden door het licht aan en kort even uit te zetten. Waardoor er in een bepaalde tijdspanne natuurlijk iets minder licht uitgezonden wordt. Maar dit levert natuurlijk wel een flikkering op. En we weten van kippen dat ze, ze zijn gewoon heel gevoelig voor licht. Het zijn dieren die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië in de jungle leefden. Op die manier ook geëvolueerd zijn. En zodoende ook geprogrammeerd zijn om zich, flikkering, dat kan gewoon gevaar betekenen. Daar kunnen ze stress van krijgen. We zijn heel blij dat we nu in staat zijn om amplitude dimming toe te passen. Waardoor we het dierenwelzijn kunnen verbeteren en ze kunnen zorgen dat de kippen minder stress hebben. En dan, voor pluimvee hebben wij twee verschillende type producten. De Avilet Eco, een wat moderner product dat wij enkele jaren geleden geïntroduceerd hebben. En de Avilet Premium. En de Avilet Premium is ook een volledig LED product wat wij gebaseerd hebben op ons oude verlichtingsproduct waar nog een 70 watt lamp in toegepast werd. En dus die Avilet Premium die kan dus ook één op één vervangen worden voor ouderwetse of oudere 70 watt installaties. En dan kan dat met een volledig LED armatuur vervangen worden met dezelfde ophangbeugels, dezelfde kabeling. Het enige is dat de hele armatuur uitgewisseld moet worden. We kunnen naar de volgende slide. De Avilet Premium, zoals u hier op de foto ook kunt zien, iets meer in detail, is die dus in in hetzelfde frame, in dezelfde body gezet als de ouderwetse lampen, verlichting met de lamp, alleen dan in een complete LED variant. En er is optioneel ook blauw licht te krijgen. Dat is dan voor die vangperiode. Als we naar de volgende slide gaan, kunt u zien dat we in staat zijn met de Avilet Premium om een stal tot een breedte van ongeveer 25 meter in één rij te verlichten met een zeer grote gelijkmatige lichtverdeling. Op dus 20 lux minimaal over de hele vloer. De volgende. We hebben deze lamp dus echt puur gemaakt ook om dus de bestaande installaties met een lamp, Agilite armaturen, 70 watt, om die één op één te kunnen vervangen voor een LED-oplossing, wat natuurlijk de nodige voordelen met zich meebrengt op het gebied van verbruik en dat er dus geen lampen en andere onderdelen meer vervangen hoeven te worden. Volgende slide zien we even een voorbeeld van een stal met Avilet Premium. Één rij, super egaal lichtverdeling, keurige verdeling van de kuikens over de vloer. Dit is op 100% en de volgende foto laat zien 1%. Het is altijd wat misleidend op een foto. Het is heel moeilijk om die donkere stal goed vast te leggen. Maar dit geeft even een beetje een idee wat de mogelijkheden zijn. Gaan we hierna verder met de Avilet Eco. Zoals u ziet een heel ander model. Aluminium body, 40 centimeter lang, met een rij LED's in het midden, waar een lens voor zit, een PMMA lens, die ook het licht goed kan verspreiden.
Het armatuur heeft een hoogwaardige connector, waarmee het heel makkelijk eventueel een armatuur uitwisselen is, of waarmee de installatie ook makkelijk uitgevoerd kan worden. De volgende slide ziet u de lichtverdeling, die echt compleet anders is dan met de AVLID Premium. Veelzijdiger in te zetten, nog steeds een brede egale lichtverdeling van 10 meter bij ook wat lagere hoogte. Maar dit armatuur is echt puur bedoeld om ook meer in te zetten in stallen met obstakels, lagere plafonds en om wat veelzijdiger te zijn met de layout van de gebouwen. De volgende slide. Zien we even een voorbeeld van een stal in België, volgens mij ook door Silobouw de Kok gerealiseerd. Dit is een opfokstal, als ik het goed heb. Waar keurig in een vrij brede stal, waar in 4 rijen dan AVLID Eco-verlichting hangt. En gewoon keurig egaal lichtbeeld geeft. De volgende foto is een andere stal van een klant uit Frankrijk, waar een ander systeem is toegepast. Dit is een ouderdieren. En je kunt wel zien dat daar zit ook een soort nestsysteem in, waardoor het natuurlijk ook noodzakelijk is om in meerdere rijen te verlichten en niet één rij in het midden aan te brengen. Daarnaast heeft deze stal wat obstakels in het dak in het midden, waardoor twee rijen ook meerdere rijen verlichting ook veel praktischer is. Volgende is een foto van een vleeskuikenstal, want dat is ook mogelijk met de AVLID Eco. Ziet u, dat kan dan ook gewoon vrij goed in twee rijen worden uitgevoerd met een hele mooie egale lichtverdeling. En ook hier is dat praktisch omdat er wat obstakels in het midden van de stal zijn. Deze op 100% en de volgende foto is weer op 1%. Zoals ik al zei, dat kan wat moeilijk is dat vast te leggen, maar het geeft even een idee wat de mogelijkheden zijn. Dit is nog een heel aardige foto die wij toegestuurd kregen van een klant van ons uit Denemarken, waarbij u natuurlijk links de oude situatie ziet, waarbij wat TL-verlichting hangt. Ik geloof iets van 58 watt. U ziet al dat er een paar die niet meer doen. Een hele, zelfs in kleuren wisselende lichtbeeld en vlekkerige lichtbeeld. En rechts dan de nieuwe situatie met twee rijen AVLID Eco. Heel mooi egaal lichtbeeld. Meer licht. Uiteraard heel erg goed dimbaar. Met een armatuur wat 14 watt verbruikt in plaats van 58 watt, dus echt een veel lager verbruik heeft. En ook een enorm lange levensduur van 100.000 branduur, waarbij eigenlijk geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. Dit zijn de voordelen van de verlichting. Nog even kort samengevat, AgriLight, waar wij voor staan. Light for livestock. Wij maken echt alleen verlichting en echt alleen voor vee. We maken niet nog iets anders, ook niet nog voor een andere doelgroep. We maken alleen verlichting voor vee en we maken de producten zelf. We ontwikkelen het zelf, we fabriceren het zelf in onze eigen fabriek. Wat ons natuurlijk enorm veel controle geeft over de kwaliteit, maar ook een aanpassingsvermogen om producten door te ontwikkelen als er innovaties mogelijk zijn. Daarnaast passen we alle moderne technieken toe om het dierenwelzijn te verbeteren. En zoals u al zag, bij koeien kunnen we de productie, de melkgift stimuleren. Maar natuurlijk ook gezonde en goed groeiende dieren in de pluimvee zorgt ook natuurlijk voor een productieverhoging. We hebben, wat Jacques al verteld heeft, een intelligent lichtmanagement systeem. En doordat we ook alles zelf in onze eigen fabriek maken, hebben we ook de duurzaamheid in grote mate in onze eigen hand. Zo maken wij gebruik van gerecycled aluminium. En kopen wij de onderdelen relatief dichtbij, waardoor we weinig verplaatsingen hebben. We hebben een verpakking die wegwerpplasticvrij is. En op heel veel manieren proberen wij de duurzaamheid van alle producten zo optimaal mogelijk te maken. Dus dat was even over AgriLight. En ik geef Jacques nog even het woord over het ledenvoordeel via de Boerenbond. Jacques, je micro staat nog uit.
Hij staat nog steeds. Oké, okay, met een kleine storing, met de overschakeling. Ik hoop dat ik nu weer goed te horen ben. Het ledenvoordeel, de ledenvoordeelactie die wij doen in samenwerking met de Boerenbond en met drie van onze dealers, zoals ze hier ook nog een keer genoemd worden, is een tijdelijke actie. Voorlopig, we zijn net gestart, dus we gaan dat nog een poosje doen. Wat heel belangrijk is, is dat wij maken gratis een lichtplan in deze actie. Er is een duidelijke korting ten opzichte van onze normale prijs die we met de Boerenbond hebben afgesproken. Daarom is dat ook exclusief voor leden van de Boerenbond. En onze dealers die willen graag ook een servicebezoek nog doen. Dat is ook een van de voorwaarden die wij met de Boerenbond hebben afgesproken. Na 4 tot 6 maanden om te kijken of het systeem allemaal naar behoren werkt. Of er nog aanpassingen aan moeten gebeuren. En of dat het bij u naar tevredenheid werkt. U kunt een lichtplan aanvragen via de site die we daarvoor voor hebben, via de Boerenbond. En dan gaan wij verder alles in werking zetten om te zorgen dat u een goede, goed verlichte stal krijgt. Ja, dit was eigenlijk de presentatie zoals wij die voor u gemaakt hadden. Ik weet niet of Laurens nog iets wil zeggen ter afsluiting. Ja, hartelijk bedankt Jacques en Niels voor jullie toelichting. Er waren een aantal vragen in de chat die Dennis al beantwoord heeft. Ik ga ze toch eens aan jou stellen. De koe is ook 's nachts actief. Moet er dan geen licht zijn? Ja. En misschien zelf een vraag van mezelf dan. De wetenschap zegt altijd 16 uur licht per dag. Betekent dat dan bij 20 of 22 uur licht per dag dat er ergens een kantelpunt is en dat er een negatief effect zou zijn voor de koe? Nee, om met de laatste vraag te beginnen. Zoals het onderzoek laat zien, is er geen negatief kantelpunt. Het is zelfs zo dat het onderzoek wel eens denkt van we zouden bij nog meer licht of nog langer licht ook nog een positiever effect kunnen hebben. Maar het feit wat dan mee gaat spelen is eigenlijk de levensduur van de koe. Dat is natuurlijk ook best een belangrijk aspect. Je kan de koe natuurlijk nog verder opjagen, zou ik maar zeggen, om maar een beetje zo te zeggen. Nog meer opjagen, maar... om nog meer melk te geven. Maar als die dan bij wijze van spreken maar 4 jaar meegaat, waar die eigenlijk 6 jaar mee zou moeten gaan. Ja, dan is dat weer een punt wat erg veel geld kost. Dus dat is eigenlijk een beetje het spoor waarop het onderzoek eigenlijk gegaan is. We willen een modus vinden tussen dierenwelzijn, tussen de levensduur van de koe en het optimum proberen te bereiken. En dat ligt eigenlijk bij die 16 uur licht en 8 uur donker. Nou ben ik even kwijt wat je eerste vraag was. Of de koe 's nachts nog een weg terug vindt naar de robot of zo. Ja, nou daar zijn vaak discussies over bij boeren. Er zijn heel veel boeren die zeggen van ja, maar ik wil graag dat die koe 's nachts ook een lichtje heeft, een wit lichtje heeft, want dan kan die ook naar de melk of naar de waterbak en ook naar het voerrek als die dat wil. Daar is iets voor te zeggen. Het onderzoek zegt 16 uur licht, 8 uur donker is het optimum. Als de koe buiten loopt, dan loopt die ook niet in de sloot, zal ik maar zeggen, als het donker is. Dus hij weet heus zijn weg ook naar die waterbak in het donker wel te vinden in de stal. Overigens is het wel zo dat als een boer dat per se wil, dan kunnen we binnen ons besturingssysteem heel makkelijk
één lamp bijvoorbeeld op maar 10% wit laten branden als nachtlicht. Ik weet uit de praktijk dat er regelmatig boeren zijn die dat willen en die dat doen. Dus dat is een keuze aan de boer zelf. Het onderzoek zegt donker. Als een boer dat zelf wil, dan is er binnen het besturingssysteem zeker een mogelijkheid om 's nachts een beperkt wit lichtje aan te laten. Dus dat is puur een keuze van de boer zelf. Maar het systeem laat dat gewoon toe, dat dat kan. Okay. Is dat duidelijk? Voor mij was dat duidelijk. De persoon die de vraag stelt mag uiteraard in de chat verder invoevragen in dat nodig blijkt. Okay. Prijzen zijn inderdaad specifiek op te vragen via de dealers. Ja. Kunnen inderdaad die rol nog eens verduidelijken tussen wat doet AgriLight, wanneer komen de dealers en wie bepaalt ja, de prijs en waar zit dan, want je spreekt over een korting, waar zit die korting dan net? De aanvraag kan gedaan worden via de site. Dan komt de dealer neemt contact op wat precies de bedoeling is. Dan maken wij een lichtplan en de dealer maakt daarna een aanbieding of een offerte. De offerte behelst dat er een korting in zit voor de armaturen. De korting is niet op het installatiewerk. Dat gaat wel in dezelfde offerte mee, maar dat wordt apart geoffereerd. Oké, top. Nog een vraag. Zit in elke stallamp een rode ledlamp in? Nee, er zit niet in elke lamp een rode ledlamp. Het is een keuze. We maken de armaturen optioneel met rood licht. Dus als een boer zegt, ik ben niet geïnteresseerd in dat rode licht, dan kan die ook een armatuur bij ons kopen wat geen rood licht erin heeft. Oké. Het is al over koeien, geiten en pluimvee gegaan. Is het ook gewoon voor kantoorruimtes, loodsen, buitenverlichting, zijn er ook oplossingen voor? Onze dealers kunnen zeker ook voor buitenverlichting, bijvoorbeeld aan de buitenkant van de stal, boven een deur waar de melk opgehaald wordt. Of we hebben een speciaal assortiment met buitenverlichting die we aan kunnen bieden, maar dat valt wel buiten de kortingsactie, zou ik maar zeggen. Maar onze dealers kunnen een totaal concept aanbieden voor binnen en buiten de stal. Oké. Wacht even. Er is iemand die vraagt wat dan de korting is die jullie geven. Nou ja, dat komt automatisch via de dealer naar u toe. Dat is voor mij een beetje lastig om dat hier zo te vertellen. Ja, oké. Geen probleem. Goed. Het is 9 uur. Ik denk dat we alle inhoudelijke vragen hebben gehad, want we beginnen met de grapjes, dat is ook leuk. Ik zou zeggen, we blijven zeker nog een aantal minuten hangen. Ik stel voor om het hier af te sluiten. Ik zelf en de collega's van AgriLight blijven beschikbaar. Nog een inhoudelijke vraag van Sandra. Als je aan het robotmelken bent, heb je dan evenveel melkingen per dag als het achter donker is? Wacht, hè. En het is 24 uur licht bij robotmelken. Merk je, ik denk dat dan de vraag is, er meer liters per melking of zijn er meer melkingen? Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat wij ook wel contact hebben met Lely bijvoorbeeld. En daarvan weet ik dat zij zeggen dat dat ze in de donkerteperiode niet minder melkingen hebben in ieder geval. Dus ik kan niet zeggen of zoals zij zegt, er meer liters gemolken worden in die periode, zou ik maar zeggen. Oké. Maar ik heb het idee dat de koeien net zo makkelijk ook in die donkerteperiode naar de robot blijven gaan als normaal. Oké, goed. Dan ga ik hier voorlopig afronden. Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid. Het webinar is aan het opnemen, dus we gaan er later
ter beschikking stellen. En als er vragen zijn, kunnen mij bereiken of de mensen van AgriLight. Stuur ons een mailtje, bel ons op en we zorgen dat jullie geholpen worden.